Doorheen de jaren 90 waren we gaan geloven dat Thomas Friedman gelijk had. Dat de wereld plat was geworden. Hyperglobalisering was een feit. Toeleveringsketens strekten zich uit over de hele wereld, op zoek naar elke morzel efficiëntiewinst. Bedrijven organiseerden zich alsof politieke grenzen niet meer waren dan lijntjes op een antieke kaart. Ondertussen hebben we aan de lijve ondervonden dat de grenzen meer zijn dan een lijntje. Vanaf het begin van de corona-epidemie gingen grenzen over heel de wereld plots dicht voor mensen en goederen. Eerder zagen we al dat kapitaal grenzen kende wanneer Iran en andere landen werden uitgesloten van het globale financiële systeem. Ondertussen zien we geopolitieke spanningen stijgen. We zien dat natuurlijk tussen de Verenigde Staten en China, maar evengoed tussen Rusland en de Europese Unie, tussen Qatar en zijn buurlanden en tussen Japan en Zuid-Korea. Telkens werden stromen van goederen verstoord, konden bedrijven bepaalde producten niet importeren of exporteren. We zagen dat de financiële sector een van de eerste slachtoffers werd. Later volgde de technologiesector en zeer recent de farmaceutische sector en de sportwereld. Voor alle vier is de locatie van activiteiten niet meer louter een budgettaire keuze. Het wordt een beslissing met mogelijk politieke gevolgen. Nu dat de geopolitieke spanningen stijgen, zullen we steeds meer geconfronteerd worden met het belang van politieke grenzen. En bedrijven, hoe klein ook, kunnen daar maar best rekening mee houden. Wil je meer weten over hoe de wereld aan het veranderen is? Ga dan zeker naar onze website etion.be of kom naar een van onze activiteiten.